Vrijdag, het is half vier, ja, het regent water. En dat vind ik niet zo leuk, dat het regent. Nee, dat vinden we niet zo leuk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het regent. Kijk. Eee, ik word nat. Kijk. Mijn hand, allemaal druppeltjes. Ja. Kijk, nu kunnen jullie het wel zien dat het regent. Kijk maar. Maar dat is niet grappig. Nee. Het is helemaal niet grappig dat het regent. Nee. Wat doen we eraan? Twee keer niks, kijk. En er loopt iemand buiten en met een paraplu. En dat doe ik nog nooit eens eigenlijk. En met een paraplu buiten lopen, nee. Maar wij gaan zo meteen lekker de hort op. Ja, wij gaan zo meteen lekker de hort op. Zo, een beetje licht in de duisternis. En wat wil jij, schat? En wat wil jij? Ik wil bestellen, maar dat mag niet. Waarom mag dat niet dan? Ik zeg bestellen. Een treinkaartje. Ik krijg alleen maar een tijdschrift voor 25 euro. Ja. Maar ik wil een treinkaartje erbij hebben. En geen tijdschrift. Ik krijg alleen een tijdschrift en geen treinkaartje. Ja, en bij de Ethos, hè, is dat, hè? Nee, bij de spoordeelwinkel.nl. Oh, spoordeelwinkel. Ja, via de website van de spoordeelwinkels. Bij de NS. Anders ga ik wel naar een ander station. Is goed, hoor. Ga jij maar lekker naar een andere... Is goed. Een station, ja? Is goed. Oké, goed zo. Is dat leuk, ventje? Heb jij wat uitgevonden bij mij in huis? Heb je wat uitgevonden? Hé? Hey. Heb je wat uitgevonden dan? Dat is leuk. En laat vallen. En mijn meisje is weer terug. Mijn grote hondenkind. Lekkere kerel. Dat is leuk. Leefie. Nee, geen zin in, zeg maar. Zo, en die knaag jij zo eventjes en door midden. Knaag jij zo weer eventjes en door midden, hè? Ja, dat weet ik. Toen hebben we daar nog een grote rode dakhaas. Met mijn rode ventje. Hi, schat. Hi, kerel. Ja. Toen was je andere grote broeder weer ook, hè? Dat is even weer leuk. Ja. Dat is grappig. Hi, kerel. En nu weer bij de Acetion. Karin is er ook bij, Sally. Ja, precies. Hey. Ja. Toch? Mooi. Ja, goed hè. Gaan we helemaal uitspoken hier? Geen idee. Geen idee. Oh. Weet jij het? Ja, ik weet wel. Ik heb wel ideeën hoor. Maar het ligt een beetje aan wat jij wil doen. Ik weet niet wat ik wil vandaag. Geen idee. We hebben leuke functionele sportshirtjes. Ja, dit is met bedoeld. Jammer. Jij houdt niet van sport. Als jij nog een sjaal wil of zo, dan moet je... Maar niet van wol. Nergens voor wol. Oh, oké. Okay. Helaas. Oh, sorry hoor. Is katoen is wel goed. Katoen is sjaal. Ja, maar die heeft er zin in. Nou, dat. Hm. Waarom nou niet? Nog niet. Product review. Katoen en wol. Wel. Van akiel ver voort, maar niet van akiel. Thank you.
is jammer. Hebben ze wel, namelijk. Nou, niet. Nu niet. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Ja. Ja. Nu wel. Straks niet. Straks niet meer. Straks ga ik over van je afpraten natuurlijk. Ja, toch. Dat weet je nu nog niet. Jawel, want dat zeg ik nu niet. Oh, oh. Jammer. Dat is pech gehad. Nee, het was een enerverende dag vandaag. Vanochtend. Sorry, even vanochtend. Meneer. Vanochtend. Training van de Ziggo. Ja, eerst alles doormeten. Drie proefwoorden, examenwoorden. Ja. Zat allemaal op. En, een drietal wandcontactdozen. Kijk, voor de mails. Splitter, versterker. Een mediabox, modem. Extra mediabox. En ergens zaten drie storingen in. Of ik dat even kon oplossen. Ik heb ze niet allemaal kunnen vinden, denk ik. Storing in het wifi-signaal nadat iemand eraan had gezeten, zeiden ze. Bleek dus dat er 2,4 gigahertz uit was geschakeld. Nou, dat is het probleem, maar je mag het niet oplossen, maar alleen signaleren. Wat is het probleem? En iemand anders had een probleem met televisie kijken. Er kwam geen beeld meer door. Bleek dus dat hij de mediabox verkeerd op de versterker had aangesloten. Dat kan ook. Vrij. Ja. In de import in plaats van de outport, ja. Als je het binnen wil, moet je niet eruit gaan natuurlijk. Simpel zo. En er waren nog wat andere kleine dingetjes, maar goed. Dat is niet interessant voor deze vlog. Daarna was het de praktijk, de montage, de toestand. Of je een heel bord in elkaar kon zetten met twee wandcontactdozen, splitter, kabeltjes tussen. Van C6 naar C9 koppeling maken. En allemaal op de millimeter nauwkeurig. Ruwel. En liefst met een eigen mes aansnijden. En zodanig dat je niks kapot maakt. Dus dat was wel even heftig. Daar krijg je 3 kwartier de tijd voor. En nog een UTP-kabeltje krimpen, maar dat was eigenlijk redelijk snel te doen. Twee kabelplugjes. UTP-kabel knippen. Voor je volgorde leggen, luchtjes eraan zetten en dan testen. Jee. En alle 8 kabeltjes, die aders, die moeten het allemaal doen, anders is het fout doel. Dat is het enige wat ik zeker weet dat het goed is. Gelukkig maar. Maar een leuke verzameling kaars hebben ze hier. Allemaal geurkaarsen volgens mij. Wat vind jij leuk? Laten we even kijken wat jij leuk vindt. Hij kost maar 99 cent. Oeh, magnetic photopaper. Maar 99 cent, kijk. Nou kun je hem wel inzoomen. Maar dan moet je deze even draaien weer. Draaien, ja. Ben je hem vast? Nee, ik heb hem vast. Kijk. Focus. Ja, hij focust inderdaad. Beide. Action. Ja, precies. En dan geef ik hem weer aan jou, alsjeblieft. Dit is mooi, dankjewel. Ja. Spannend. Kijk, wat ook leuk is, dat is deze dingetjes. Die dingetjes, oké. Okay. Ook leuk. Fotolijstje. Nog in het grijs. Dan heb je hier al lovely op staan. Hier nog cool op staan. Nou ja, en die zijn 65 cent. Beide action! Action is goed. En dan ga je weer dat ding. Ja, dat kan ook. Hi. Zo, de andere. Hi. Jij gewoon volgen. Alleen ik sta er nog vast. Een beetje. Maar ja, ik heb geduld. Geduld is gewoon een zaak hoor, we zijn toch even aan het vloggen, dus... Oh, kijk, lekker vloggen. Ja, daarom. Ja, dat moet ook gebeuren, toch? Moet ook gebeuren, inderdaad. Daarom. Als je op YouTube zit, even Karin van der Werf opzoeken. Dat
Nee, hun mag je dus niet filmen met gezin. Dus... Doen we het niet. Hoi. Waar zijn de Sinterklaas spullen in gebleven? Ik wou net zeggen, waar zijn de Sinterklaas en de kerstspullen inderdaad? Hier zijn alleen maar kerstspullen. Dit is kerst en op de kopse kant hebben we Sinterklaas. Oké. Tot. Gaan we nog even verder kijken. Hier allemaal nog andere spulletjes. Ah, dit is leuk. Dit is leuk. Wat een tool. Champions? Geweldig deze. Een dennenappelster. 1,39. En dan heb je hem ook nog in het... Mint. Groen. Okay. Hij is leuk. Geweldig. Leuk. Geweldig. Je moet er maar op komen. Zo, we hebben even boodschappen gedaan. Ja. En waar gaan we nou naartoe? Naar huis, hè, toch? Oh, ook nog. Ja, ook dat nog. TV-programma. Oh, is dat een TV-programma? Zien ze neer. Dat was het TV-programma. Oké, kijk, dat is mooi. Ja. Best, ja. Is dat... Oh, waarom nu is dat leuk? Nu is Sylvia er niet meer. Dat is wel jammer. Maar ja. Maar het programma ook al. Dat klopt. Sylvia Millekamp, heb je van gehoord? Wat doe je? Sylvia Millekamp. Nee, heb ik nog niet van gehoord, nee. Gregor Frenkel van? Aad van de Heuvel? Ken ik ook niet. Nou, allemaal niet. Nee. Ja, jammer. Ja, jammer is dat, hè? Ja, jammer. Mag u filmen? Een andere camera filmen? Ja, dat mag. Nee. Hè? Twee andere camera's. Ja, twee andere camera's. Mag je die filmen? Ja, die mag je filmen. Is leuk. Ja, laat mij dat maar doen. Anders, schat. Ja, laat mij dat maar doen. Dat doe ik ook nog, schat. Ja, geweldig. Ja! Zet nu het Albert Heijn, weet je? In de hoogvlietkarretje. Dat mag wel. Ja. Mag wel, alles mag toch? Alles mag. Alles mag. Ja, is goed. Ga jij maar even achter me staan. Loop ook. Loop je ook goed dan? Ja, achter jou lopen. Dat is mooi. Mag ik filmen in het winkelcentrum? Ja, dat mag. Tenzij je professional bent, dan eerst toest heb ik klaar. Nou, we zijn geen professional als een chef. Ik ben geen professional. Nee. Je bent geen professioneel vlogger, dus dat mag dat. Ja. En als mensen gaan zeuren, zaniken, zeiken, ga zo maar door dat ik... Nee. Wat ik bedoel over mijn... Ja, het was donker. Het was heel donker. Het was heel donker. Nee, iemand. Ik wil het zelf zeggen. Kijk, dat is mooi. Zo. Maar als mensen dus gaan zeuren, zaniken, zeiken over dat niemand geïnteresseerd is in hetgeen en deen wat ik doe. Ik zou zeggen, meld je dan gewoon even af en ga niet lopen zeuren, want daar heb ik ook geen boodschap aan, nee, lijkt mij. Boodschap. Ja, twee tassen vol nog wel. Ja, twee tassen vol, dat is mooi. Dus, nee, maar ga gewoon niet zeuren, zaniken, zeiken over dat mensen het niet willen zien dat ik prullenbakken koop of een puzzel maak. Als je het niet wil zien, pleur lekker even mijn YouTube-kanaal af. Ja toch, schat? Zeker weten. Dat bedoel ik. Nou, daarom. Hoe gaan we lopen? Die kant op, die kant op. Wat jij wil. Ja, wat jij wil. Nee, wat jij wil. Ja, en wat jij wil. Ja, nou dat bedoel ik. Nou, dan gaan we toch lekker naar huis. Ja, naar mijn eigen huis. Eerst naar je eigen huis. Ja. Eerst naar jouw huis. Spullen doen. En dan de spullen naar mijn huis brengen. Dan ga ik naar de fiets. Ja. Fiets repareren. Ja. Naar jouw huis. Ja, koken. Koken van woede. Niet van woede, maar eten. Ja. Dan ga jij koken van woede omdat het niet lekker genoeg is. Oh. Nee, ik moet ook nog even twee hondjes uitlaten. Oké. Okay. Ook dat nog. Ja, dat is goed. TV-programma. Ook leuk. Ook leuk. Ja, als jij dat leuk vindt, prima. Dan vind ik het een leuk goed programma. Dus
Nee, maar wat ik dus net al zei, als je het niet wil zien, dan gewoon de-abonneren. Maar als je het wel leuk vindt, of weet ik veel wat, dan laat je het gewoon merken met een blauw duimpje. En abonneer in het hoekje, in het rode, abonneren. En dan komt het helemaal goed. Voor jou ook één? Ja, sorry. Want? Ik wil ook abonneren, maar dat kan niet. Jawel, kan wel. Tuurlijk. Waarom zou jij niet, hè? Hoe moet ik me abonneren dan? Nou, gewoon via je eigen kanaal. Oh, via mijn eigen kanaal? Ik dacht via jouw kanaal. Nee, want dan kan het niet, nee. Dat dacht ik al. Ja, toch wel. Nou, want? Ja, ik wil graag die filmpjes zien. Ja, iedere keer maakt zonder mijn aanwezigheid. Lukt dat, schatje? Ja, dat mooi. Dus, weet je dat? Ik ga me straks abonneren op jouw kanaal. Dan kan ik ook deze film niet. Deze vlog. Weekvlog. Of weer een dagvlog, want ja, van gisteren heb ik het er ook al op YouTube. Kijk aan. Ja. Maar nog een weekje, dan kunnen we weer overgaan op de dagvlog. Hoop ik toch? Hopen we. Jullie, ons. Wij. Ons. Ja. Je weet het nooit, hè, waar het schip strandt. Nee. Er wordt de boot afgehouden dat het schip strandt. Maar het regent niet meer, want omdat wij weggingen, was het aan het regenen. En nu schijnt het zonnetje. Kijk maar daarop. Het zonnetje schijnt te schijnen achter de regenbuien. Kijk maar, het is mooi lekker zonnig weer. Dankjewel. Hey, maar wat heb je allemaal daarin zitten dan, in die twee tassen? Dat zal ik je straks wel laten zien, thuis. Oké. Mooi. Verrassing, oké. En wat is dat dan voor een verrassing? Een aantal dingen voor mezelf verkocht. Ja. Eén ding voor jou. Eén ding voor mij ook nog. Ja. Oh. Boodschappen is allebei. En nog een verrassing voor je moeder. Een verrassing en voor mijn moeder, ja. Oké. Okay. Ja, dat ziet ze vanzelf wel verschijnen, ja inderdaad. Dan ga ik er even lekker betoeteren. Of en of zij zelf als ze het... Als ze betoeterd is. Als ze eruit is, ja inderdaad, nou dat klopt. Betoeteren. Dat klopt, inderdaad, correct. Of ze vraagt natuurlijk, zijn jullie nou helemaal betoeterd? Ja, wij zijn betoeterd. Ja, dat is leuk. Ja, toch? Ben jij betoeterd? Ja, ik wel. Ja. Is toch leuk? Ik ben niet betoeterd. Ja, wel toch? Klein beetje. Oh, is het zo? Nee, perfect. Ha. Ja, precies. Dat scheelt weer. Ja, precies. Nee, inderdaad. Wat ben jij lekker aan het kluiven, kerel? Ben je lekker aan het kluiven dan? Ja, dat is lekker. En zij ligt lekker. Op de grond. Dat is een lekker kerel, hè. Ja, maar dat is lekker. Kereltje van mij. Hi. Is dat lekker, je kluif? Hij denkt, ik ga er lekker bij liggen. Kruip maar wat allemaal. Yeah.